Over een jaar geleden introduceerde MSI het Big Bang Fusion moederbord, gebruik maken van de Lucid Hydra chip. In een jaar is er veel veranderd en inmiddels zijn er weer een paar nieuwe moederborden met deze chip op de markt gekomen, waaronder de MSI P55A Fusion en de Asus Crosshair 4 Extreme. Ja, het ene bord voorzien van de P55 chipset, een oude bekende zullen we maar zeggen. Ja. En dit is een mooie oplossing voor AMD processors. Ja, de 890FX, dus de high-end AMD chipset. Nou, zien we eerst maar eens eventjes hebben over die Lucid Hydra chip, want dat is toch wat deze moederborden bijzonder maken. Het is een chip, ja, die kwam ruim een jaar geleden kwam dat ineens op. Dat was een chip gemaakt door een klein bedrijfje en die maakt het mogelijk om twee videokaarten te combineren en dan van verschillende types. En dus je kon dan enerzijds twee Nvidia kaarten combineren, bijvoorbeeld een langzamere en een snellere. Maar met die Lucid Hydra chip was het zelfs mogelijk om een Nvidia kaart met een ATI kaart te combineren. Dus je hebt eigenlijk een heel flexibel moederbord waarbij je dus op het moment dat je een nieuwe videokaart koopt en je wil bijvoorbeeld overstappen van ATI naar Nvidia, dat je nog wat met je oude kaart kan doen. Ja, dat is eigenlijk een van de grote voordelen van dat systeem. Kijk, als je gewoon echt naar de benchmark scores gaat kijken, het meest optimaal schaalt het altijd als je twee identieke kaarten combineert. Als je twee GTX 460's pakt of bijvoorbeeld twee Radeon HD 6850's. Twee identieke kaarten schaalt altijd het best. Maar dit is inderdaad juist leuk als je en een ATI-kaart en een Nvidia-kaart wil hebben. Als je toch een beetje de speciale trucs van beide wil toepassen. En inderdaad, wat jij zegt bij upgraden, over het algemeen, als je een snellere kaart koopt, dan moet je je oude kaart of maar verkopen of in de kast leggen. En nu kun je die oude kaart op zijn minst toch nog een beetje laten bijdragen aan die prestaties. Nou, wat dat betreft, het zijn gewoon leuke speeldingetjes. Ja, speelding. Gewoon lekker aanklooien met de hardware die je hebt liggen. Prik dit er eens in, dat er eens in. En gewoon leuk experimenteren. Ja, kijk, als je nou bijvoorbeeld nog een wat oudere DirectX 10 kaart hebt en je bent overgestapt naar een DirectX 11 kaart, dan is dit toch een leuke oplossing. Ja, en sowieso, laat dat ook gezegd zijn, die Hydra chip is nu zo'n beetje een jaar op de markt. En in een jaar heeft Lucid toch ook echt wel flink wat aan hun drivers gedaan. Terwijl de eerste keer dat Big Bang Fusion board bekeken, waren we nog een beetje sceptisch over. Van het is toch een nieuw bedrijf. En wie garandeert ons dat die mannen echt gewoon veel driver updates gaan doen? Ja, en toen hadden we ook nog heel veel problemen om kaarten werkend te krijgen. Ik weet nog, we hebben hier hele stapels met kaarten gelegen en maar geprobeerd. En dat viel toen nog wel een beetje tegen. Maar nu gaat het toch wel een stuk makkelijker. Ja, en we hebben ook gezien, jaarlang bijna iedere maand een nieuwe driver. Alle problemen van in het eerste instantie zijn opgelost. Ik bedoel, toen was DirectX 11 kaarten werd bijvoorbeeld nog niet ondersteund. Dat zit er ook allemaal in. Dus een beetje alle nieuwe ATI en Nvidia chips worden ondersteund. Je kunt er inmiddels leuk mee aan de slag. En dat zorgt er dus ook voor dat moederbordfabrikanten aan de slag gaan met nieuwe producten. Ja, letterlijk leuk, want het zijn best aardige bordjes. Ja, wat eigenlijk het grootste probleem was bij dat MSI-bord waar die Hydra chip voor het eerst op zat, die Big Bang Fusion, wat ook een P55-bord was, was dat bord eigenlijk gewoon simpelweg te duur was. Dat was een bord uit die Big Bang-serie. En daarmee wil MSI eigenlijk alles wat ze kunnen bedenken, wat ze op een moederbord kunnen stoppen, willen ze erop doen. Maar die chip zelf was al niet gratis. Dus, dus dat moederbord werd ook iets van €300. Ja, dan geld voor een P55-bord. Ja, en zeker als je denkt van het is eigenlijk leuk voor mensen die gewoon een beetje willen experimenteren, dan is het zeker veel geld. Dus nu hebben ze gezegd van we willen gewoon een P55-bord dat voor de rest vrij clean is, vrij standaard, maar wel met die Hydra-chip. Dus nu zit je op een prijs van zo'n €160, €170. Ik bedoel, dat is nog altijd wel 5-6 tientjes duurder dan een normaal P55-bord. Maar het is in ieder geval betaalbaar. Die Hydra-chip moet natuurlijk wel betaald worden. Ja. Nou, voor de rest is dit gewoon een mooi bordje. In feite alle belangrijke dingen van de P55-chip zitten eraan. Kijk, je hebt nogal wat extra USATA-poortjes. Die OC Genie-knop van MSI zit er natuurlijk op, waarmee je met één druk op de knop kunt overklokken. Alle mooie BIOS-trucs die MSI de laatste tijd heeft bedacht, zit op het bord. SATA 600, USB 3. Dus ik bedoel, de belangrijke dingen, het zit er allemaal op. Het is een lekker compleet bord, maar het is niet zoals met die Big Bang Fusion, dat het maar heel veel extra dure componenten om het onbetaalbaar te maken. Nou ja, kijk, als je kijkt naar dit bord van Asus, die gaan wel een stapje verder, zo te zien. Ja, het is een AMD bord, AMD 890FX, dat zei ik al, dus de high-end AMD chipset.
Nou, eigenlijk is dit een beetje een bord zonder doelgroep. Want Asus heeft echt getracht om een AMD-bord te maken waar echt alles wat je maar kunt bedenken zit erop. Het is, het is een bord voor wie graag een duur AMD-bord zou willen kopen. Ja, het is een Republic of Gamers-bord. Dus alle denkbare overclock-features zitten erop. Ik bedoel, we zullen er dan nog een paar aantal aanwijzen. Maar het grote probleem van dit bord is dat het een prijs van rond de €300 heeft. Er zijn niet veel AMD-processors die zoveel kosten. Nee, dat is het punt. Er is een ongeschreven regel in moederbordenland dat AMD-moederborden mogen simpelweg niet meer dan €200 kosten. Want zodra je een duurder bord maakt, ja, wordt het gewoon niet meer verkocht. Omdat mensen die meer dan €200 willen besteden aan een moederbord, die willen ook wel een Intel-processor kopen. En dat is inderdaad het punt bij dit bord. Dit moederbord is een heel stuk duurder dan de allerduurste processor die je erop zou kunnen stoppen. Dus dat is een beetje vreemd. Ja. Er zit wel een hoop speelgoed op. Er zit een hoop spul op. Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld weer die punten om voltages te meten. De overvoltage knopjes om extra veel voltage op bijvoorbeeld de processor en de chipset te stoppen. Mooie heatpipes. De go-button. Dat is toch altijd voor overklokkers een handig ding. Dat je je overklokprofiel kunt instellen. Je start op en op het moment dat je je benchmark start, druk je op de go-button. En pas dan wordt zeg maar je overklokinstellingen worden actief. De 890FX chipset heeft al 6 keer SATA 600, maar ze stoppen nog twee extra normale SATA poorten erbij. Aan de achterkant zien we onder meer uiteraard ook weer USB 3.0. Dat mag tegenwoordig op een moederbord niet meer ontbreken. Dit is ook leuk, dat kennen we ook van de Republic of Gamers borden van de laatste tijd. Dat is die ROG Connect functionaliteit, een speciale USB-poort waar je een notebook of een netboek op kunt aansluiten. En dan kun je het moederbord overklokken vanaf een ander systeem. Dus kun je, terwijl je de benchmark draait, kun je de instellingen veranderen, kun je alle temperaturen, alle voltages in de gaten houden. Een ontzettend uitgebreid moederbord, maar wat we sowieso opvallen, het is ook best een zwaar moederbord. Ja, er zit een aardig zware koeler op. Dus als je de prijs per kilo berekent, dan komt die voor een moederbord nog wel aardig uit. Zelfs een actieve koeler zie ik. Ja, inderdaad. En die kun je uiteraard, als je niet gaat overklokken, kun je die weer uitschakelen. Als je niet van de herrie houdt. Dus ja, het is een overcompleet bord. Er is technisch helemaal niks op aan te merken. Het presteert goed. Maar ik ben bang dat het voor de meeste AMD-liefhebbers toch wat te duur is. Nou ja, dan hebben we in ieder geval niet meer de vraag dat wanneer komen er nog ook leuke AMD-borden. Want hier ligt er eentje. Exact, ze zijn er. Maar goed, als je met Hydra wil gaan experimenteren, is misschien toch deze betaalbare MSI, die P55A Fusion, de betere keuze.